Ja, vandaag diverse onderwerpen besproken in de ministerraad. En ik begin met MH17, de vreselijke ramp met MH17. Nabestaanden van slachtoffers van vlucht MH17 hebben in hun streven naar waarheidsvinding en gerechtigheid al eerder een klachtenprocedure gestart tegen Rusland bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Nederland is nu uitgenodigd om gebruik te maken van het zogenaamde recht op interventie. Dat is een procedure van het ERM. En dat betekent dat Nederland zijn visie op de klachten kenbaar kan maken. We hebben daar vandaag over gesproken en besloten dat het vanzelfsprekend is dat wij gebruik maken van dat recht om zo de nabestaanden te ondersteunen in hun zaak. Dat staat los van het strafrechtelijk onderzoek van het Joint Investigation Team, ons Openbaar Ministerie uiteraard in een belangrijke rol, naar degenen die verantwoordelijk zijn voor deze tragedie. Het staat ook los van het kabinetsbesluit van vorig jaar, naar aanleiding van de presentatie van de tussentijdse bevindingen uit het strafrechtelijk onderzoek, om de Russische Federatie aansprakelijk te stellen voor zijn aandeel in het neerhalen van MH17. Maar het past wel in ons gezamenlijk streven om degenen die verantwoordelijk zijn voor deze tragedie, voor deze vreselijke daad, aan te pakken. Vanmiddag hebben wij ons besluit aan vertegenwoordigers van de nabestaanden kenbaar gemaakt en er is zojuist ook een brief over aan de Kamer gestuurd. Gisteren heb ik in Sibiu met mijn Europese collega's gesproken over de staat van de Europese Unie en over de toekomst. Er komen verkiezingen aan, dus na die verkiezingen kunnen we pas echt praten over de agenda. Maar we hebben wel gekeken wat zijn een aantal belangrijke thema's die op ons afkomen. Belangrijk daarbij is ook langs welke principes gaan we werken. Ik heb er een aantal gisteren ook benoemd, ook daarbij citerend gebruik maakt van het denkwerk wat wij in Nederland erover verricht hebben. In de eerste plaats dat de Europese Unie moet staan voor haar democratische en rechtsstatelijke waarden, de rule of law. Een Europese Unie die concrete resultaten boekt en zich daarbij vooral richt op de grote thema's en niet op de kleine dingetjes. Die dingen waar Europa ook echt waarde toevoegt, zoals migratie, buitengrensbewaking, de economie, klimaat. Met als overkoepelende doelstelling zorgen dat Europa bijdraagt hier in Nederland aan banen en aan veiligheid. Daarbij is van belang, en dat is niet altijd makkelijk in Europa, lukt ook niet altijd, dat afspraak ook echt afspraak is. En een voorbeeld daarvan is dat het lidmaatschap van de Schengenzone, de paspoortvrije Schengenzone, dat er ook verplichtingen tegenover staan. Als je lid bent van Schengen, dan moet je die verplichtingen dus ook nakomen. En daar hoort bijvoorbeeld bij dat je solidair bent met de opvang van vluchtelingen. Dat is nou een voorbeeld waar Oost-Europa op dit moment onvoldoende zijn bijdrage levert. Dus onvoldoende de tegenprestatie levert voor het lidmaatschap van die landen die ook lid zijn van de Schengenzone. Dat zijn veel van die landen. En er moet dus ook echt iets inzetten voor Oost-Europa om lid van Schengen te blijven. Dus dat zal een drukmiddel zijn wat mij betreft gebruikt wordt. Niet alleen wat mij betreft, ook de Fransen denken er zo over en ook anderen. Nou, we gaan nu richting de Europese Raad van 20 en 21 juni. Daar zal uiteindelijk de strategische agenda worden opgesteld, omdat de Europese Raad dan politiek richting geeft aan de volgende 5 jaar. Dus de Europese Unie van de volgende 5 jaar. Tot slot is volgende week woensdag verantwoordingsdag. De afgelopen ministerraden en ook vandaag hebben we gesproken over de departementale jaarverslagen en de andere verantwoordingsstukken. Volgende week woensdag zal Wopke Hoekstra het financieel jaarverslag van het Rijk en alle departementale jaarverslagen aanbieden aan de Tweede Kamer. Dat is dus een belangrijk moment in de controlefunctie van het parlement. We praten altijd over de derde dinsdag in september, ja natuurlijk, maar daar hoort dus ook bij verantwoordingsdag. En dat zal volgende week dus weer plaatsvinden. Uiteraard is dat dan ook weer de opmaat naar de volgende Prinsjesdag, waar we dan weer de plannen voor het volgend jaar presenteren. Maar hier gaan we vooral kijken wat is er van terecht gekomen, wat is daarvoor gedaan en wat heeft dat dan gekost. En dat leidt dan onvermijdelijk ook tot een debat en dat zal dan plaatsvinden tussen de Kamer en Bob Hoekstra en mijzelf op 21 mei. Eerste vraag, Telegraaf. Meneer Rutte, is er vandaag in de ministerraad ook nog gesproken over recente gebeurtenissen rond bijvoorbeeld TBS'ers die mensen vermoorden of die voor de derde keer tot TBS worden veroordeeld omdat ze iemand verkracht hebben? Nou, we hebben vandaag natuurlijk vastgesteld dat er vreselijk tragisch nieuws is geweest deze week. Maar het ging niet om een TBS-geval, lijkt het, maar om een andere zaak. Maar dat wordt allemaal precies uitgezocht. Maar helaas ook deze week weer nieuws van een schokkende en trieste zaak. 3 mensen die zijn doodgestoken.
Dat is nu strafrechtelijk onderzoek ten aanzien van de hele opvolging van TBS, maar ook de opvolging van het debat over de kwestie die een paar weken geleden speelde met Michael P. Daar zijn natuurlijk alle discussies over gevoerd, ook in de ministerraad. Die zullen ook ongetwijfeld ook weer in de toekomst plaatsvinden, maar vandaag stond dat niet op de agenda. Maar het is wel besproken? Nee, TBS stond vandaag niet. Het is helemaal niet besproken. Omdat het natuurlijk wel veel beroering heeft opgeleverd de afgelopen weken. Hè. Inderdaad, u haalde al even aan de kwestie rond Anne Faber. We hebben dan aan het begin van de week kennis genomen over TBS-incidenten. Vervolgens op woensdagavond de waarschuwing vanuit justitie dat het land moest oppassen voor een student op vrije voeten. Die inmiddels in de kraag is gevat. Ik kan me toch voorstellen dat het landsbestuur dan na zo'n roerige week daar wel even bij stilstaat. Ja, maar ik kan daar verder niks over zeggen, want dat zijn echt lopende strafrechtelijke onderzoeken. En daar kan ik echt in het openbaar geen uitspraken over doen. Dus in algemene zin, het debat wat heeft plaatsgevonden over Michael P., verschrikkelijk. Daar heeft Sander Dekker volgens mij alles over gezegd. Ik heb er heel veel over gezegd hier. Dat behoeft geen toelichting. Dat is een ongelooflijk ernstige zaak. En daar heeft het Kamerdebat ook over plaatsgevonden. De zaak met het TBS'er met proefverlof en de hele kwestie van dat bericht dat een TBS'er met proefverlof mogelijk betrokken is bij de moord in Lelystad. Daar is een strafrechtelijk onderzoek over aan de gang. Daar kan ik niks in het openbaar over zeggen. De verschrikkelijke zaak van deze week waarbij, en trieste zaak, waarbij 3 mensen zijn neergestoken. Ook daar kan ik nu niets in het openbaar over zeggen. Dat zijn strafrechtelijke onderzoeken, daar past mij nu mijn mond over te houden. U stelt mij een algemene vraag over het stelsel. Daar kunnen we het over hebben. Daar is niet vandaag in de ministerraad over gesproken. Daar kun je het altijd over hebben. Maar ik kan niet nu op die zaken ingaan, anders dan vaststellen dat ik die verschrikkelijk vind. Ja. Nee, maar ik vraag u ook niet om op die zaken in te gaan. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen dat als incident op incident op incident het nieuws haalt, mensen zich ongerust maken. En dat het misschien toch inderdaad de discussie misschien moet worden opgestart of het systeem van hoe de samenleving omgaat met mensen die niet goed bij hun hoofd zijn en kwaadaardige dingen van plan zijn, of dat nog wel functioneert en of het systeem niet te veel gericht is op het resocialiseren van die mensen in plaats van het beschermen van de samenleving. Dat is een zeer terechte vraag, maar er is natuurlijk ook bij het debat over Michael P. Het zijn natuurlijk alle 3 verschillende kwesties, hè? Want dat was weer een andere situatie. Maar ook bij dat debat is aan snee geweest het goede onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van de OVV met aanbeveling. Dit kabinet heeft overgenomen. Dat leidt tot heel veel vervolgacties. Dus deze zaak is op allerlei plekken, zowel in kabinet als in Kamer, in discussie. En vanzelfsprekend, omdat je steeds hebt af te vragen of het stelsel wat wij nu hebben, of dat het goede stelsel is. Goed, dus dat debat kunnen we ook hier nu met elkaar voeren, maar daar is niet vandaag in de ministerraad apart over gesproken, want daar lopen alle acties nu. Feit is wel dat we nu te maken hebben gehad met een aantal zeer schokkende gebeurtenissen. En ja, nogmaals, daar kan ik niet meer over zeggen dan dat ik die verschrikkelijk vind. Tot slot er nog 1 vraag over stellen. Is het misschien nodig om Nederland gerust te stellen en om te zeggen dat het systeem zoals het nu bestaat nog wel functioneert naar behoren? Het enige wat ik u kan zeggen is dat er iedere dag duizenden en duizenden mensen ook in dit stelsel, of dan bij de politie is of in de klinieken die het betreft of bij het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, bezig zijn om dit land veilig te houden. Maar er zijn geen garanties te geven dat er nooit iets gebeurt. Die garantie kan ik niet geven. En ik kan u wel de garantie geven dat als er aanleiding is om fundamenteel te kijken naar hoe hebben we dit soort arrangementen in Nederland geregeld. En dus spanningsvelden tussen privacy, resocialisatie, opsluiten van daders, berechting van daders. Dat mensen hun gerechte straf niet ontlopen. Dat we de samenleving beschermen tegen elementen die onze samenleving bedreigen of mensen in onze samenleving bedreigen. Als er aanleiding is om dat systeem ter discussie te stellen, te bespreken, dan doen we dat. Dan gaan we daar geen seconde van wijken. Want dat is te belangrijk. Het is een van de kerntaken die we als overheid hebben, dat we het land veilig houden. Maar die aanleiding is er na deze week niet, begrijp ik dus. Ik heb u gezegd, kijk, over Michael P. is een heel debat geweest in de Kamer. Over TBS lopen allerlei discussies. Dus het is niet zo dat die debatten niet plaatsvinden. Maar deze week, die 2 concrete zaken, daar kan ik echt nu niks over zeggen. Want dan treed ik in het onderzoek wat er over gaande is. En als ik naar aanleiding daarvan uitspraken ga doen in algemene zin over het stelsel, dan treed ik bij implicatie ook in die zaken. En dan doe ik gewoon op dit moment onrecht aan de scheiding tussen wat nu bij het Openbaar Ministerie ligt en wat het kabinet moet doen. Ik had hier nog een vraag voor NOS. Ik weet niet of dat hierover gaat. Nee? Oké, ja. Ik heb een vraag over de enkelbanden. Er is een storing geweest voor de 2e keer bij het elektronisch toezicht. Mm-hmm. Waarbij mensen de afgelopen nacht dus niet onder toezicht van justitie hebben gestaan. En de nabestaanden moesten
gewaarschuwd worden. Heeft u daarover gehad en wat wilt u daarover zeggen? Nou, daarover kan ik u zeggen dat inderdaad gisteren als gevolg van een software-update een ernstige storing is geweest in het dataverkeer bij de elektronische monitoring van enkelbanden. En dat betekent dat de gegevens tijdelijk niet goed doorkwamen. Dat systeem is inmiddels weer operationeel. Alle enkelbanddragers zijn dus ook weer in beeld. Er wordt hard gewerkt om te voorkomen dat zoiets niet nog een keer kan gebeuren, want dit neemt natuurlijk hoog op. Er is wel gisteren direct, toen die storing werd geconstateerd, actie ondernomen. Daarbij is per individuele enkelbanddrager maatwerk toegepast. Waar nodig zijn enkelbanddragers ook preventief ingesloten. En slachtoffers en nabestaanden worden zo snel mogelijk geïnformeerd. Hoe kan dat dan voor de tweede keer misgaan? Is er geen backup systeem? Daar heb ik op dit moment geen informatie over. Dit is ook natuurlijk vandaag allemaal bekend geworden en dat wordt zo snel mogelijk uitgezocht. Vindt u dat er een backup systeem moet komen? Ik vind mijn taak om niet hier te gaan improviseren. Dit is nu gebeurd. De acties die we zijn genomen kan ik u beschrijven, maar ik ga niet speculeren over wat er precies gebeurd is. Eerst altijd de feiten. Bent u ervan geschrokken? Uiteraard, maar dat zijn van die lege vragen met lege antwoorden. Dat is iedereen natuurlijk als je hiervan leert. Als enkelbanddragers niet in beeld zijn, schrikt iedereen daarvan. Maar de taak van de overheid is niet te schrikken, maar actie te nemen. En in ieder geval te zorgen dat mensen dan veilig blijven en dat herhaling wordt voorkomen. SBS, nog een vraag en dan RTL. Meneer Rutte, wat vond u ervan dat u afgelopen dinsdag van twee leden van de gele hesjes geen hand kreeg? Ik wil het er eigenlijk niet uitgebreid over hebben. In Nederland geven elkaar handen. Dat is gewoon beleefdheid. Ik vond dat niet beleefd. Maar goed, daar laat ik het ook bij. Ik heb verder dat gesprek niet om die reden gestopt. Ik vond het van belang om toch dat gesprek te voeren. Maar de regel in Nederland is dat je elkaar een hand geeft. Dus u vond het wel een beetje onfatsoenlijk? Ik laat er verder bij. Ik ga er verder niet zo. Er is al zoveel over gezegd. De kranten staan er bol van. Ik ben er wel klaar mee. Maar de regel is, en die geldt voor mij en voor u en voor iedereen, je geeft elkaar een hand. Hoe vond u het gesprek verder gaan? Nou ja, dat verliep stroef, maar dat had ik wel verwacht. Maar ik vind het van belang om ja, ook niet altijd precies gestructureerd, ook, soms kan het ook improviserend zijn, in dit geval kwam ik ze op straat tegen, om als iemand zo boos is, en het kwam zijn roermond tegen over zulke concrete zaken, te zeggen, joh, kom een keer langs, dat hebben we gedaan. Die gesprekken zijn nuttig en wat je dat leert is dat ook hier mensen zijn, even niet deze vijf mensen, daar ga ik niks over zeggen, over hun achtergrond, en dan treed ik in de privacy. Maar in algemene zin, we leven in een heel rijk land met hele goede gezondheidszorg, heel goed onderwijs, goede sociale zekerheid, maar ook een complex land. Een land waarin systemen ingewikkeld zijn en waarbij je gewoon merkt dat je, en dat kan ons allemaal overkomen, door omstandigheden, in de raderen van het systeem kunt terechtkomen. En dat overkomt mensen. En ik snap ontzettend goed dat mensen daar ongelooflijk kwaad van kunnen worden. En ik vind het onze taak als overheid om ervoor te zorgen dat we niet alleen de beste systemen van de wereld hebben, maar ook systemen hebben die zo goed mogelijk toegankelijk zijn voor iedereen. Dus je vindt niet dat ze een beetje zeuren? Ik ga er verder nu niet op in. Ik heb dat gesprek gevoerd en was respectvol van beide kanten. Oké, en een oproep die zij onder andere deden was dat ze terug willen naar het bindend referendum. Wat vindt u daarvan? Ja, goed, al die standpunten kent u van het kabinet. Ik ga niet nu vertellen wat wij van bindend referendum vinden, dat weet u. Oh, waarom niet? U weet dat wij dat niet in gaan voeren. Staat in het regeerakkoord, er is geen sprake van. Oké. Okay. Ja. Inmiddels is er ook een vertakking opgestaan, de oranje hesjes. Zijn die ook welkom in het torentje? Het werkt niet zo dat ik iedereen die kritiek heeft naar het torentje haal. Maar ik vond dit mooi. Ik had een mooi gesprek in Roermond met een mevrouw. Ik liep daar met een paar VVD'ers campagne te voeren. En met Karin Strauss, onze lijsttrekker. Wij werden geconfronteerd met een hele groep gele hesjes. Die stonden een vreselijk hoop lawaai te maken en zeiden dat ik moest aftreden. Ik denk, nou ja, dat ga ik dan toch niet doen. En toen kwam ik met die mevrouw in gesprek. En dat was op zich gewoon een mooi gesprek in die chaos van dat moment. Toen zei ik, nou ja, kom maar een keer langs. En toen heeft ze vier mensen meegenomen. Ja, en zo spontaan gebeuren die dingen soms. Dat vind ik ook waardevol. Goed. RTL. Een mooie landseus juist, maar er is toch veel te doen nog steeds over de pensioenen. 28 mei de grote acties aangekondigd. Is er voor die tijd iets van beweging te verwachten? Ja, dat kan ik in het openbaar niks over zeggen. Weet u, dat is natuurlijk altijd. Er zijn natuurlijk altijd gesprekken gaande op alle mogelijke manieren. Maar in welke vorm, waar en wat, ja, daar kun je pas wat over zeggen als het gelukt is of niet gelukt is. Maar niet tijdens. Ja, je kunt natuurlijk heel veel kopjes koffie drinken met iedereen. Maar is er een handreiking te verwachten van het kabinet voor die tijd? Of is er een stap te zetten? Kunnen zij iets doen? Nou, Wouter Koolmees heeft daar het een en ander over gezegd. En hij heeft gezegd, het lijkt, mag ik dat dan ook van mijn kant, maar mijn woorden formuleren, beter om met elkaar te praten dan te staken. Zo'n staking, ja, dat is natuurlijk ook weer, daar val je ook een hele hoop mensen mee lastig. Dus laat je proberen met elkaar eruit te komen door het gesprek te voeren. Maar als zo'n akkoord ook steeds verder wegloopt, dan zijn die pensioenkortingen straks ook niet meer te voorkomen.
Dus haast is wel geboden, zou je zeggen. Maar dat is een vraag naar wat is er nu aan gaande achter de schermen. En daar kan ik niks over zeggen, omdat dit natuurlijk vorig jaar niet gelukt is. De posities van partijen lagen toen zoals ze lagen. Het is inmiddels nieuw jaar, we zijn inmiddels een aantal maanden verder. Natuurlijk wordt er achter de schermen ook gekeken, kun je die gesprekken toch weer op gang helpen? Wat is daarvoor nodig? Is de brug te slaan tussen de verschillende posities van werkgevers, werknemers en het kabinet? En we kijken of dat lukt. En natuurlijk, als dat lukt, dan heeft dat ook effect op die kortingen. Die zou je dan deels kunnen voorkomen. Ik weet niet of je ze helemaal kunt voorkomen, maar wel deels mogelijk. En los van die kortingen is het gewoon van belang om dat pensioenstelsel te moderniseren. Dat is te veel op een leest geschoeid die herzien moet worden. En die niet meer generatie-neutraal is in voldoende mate. En die onvoldoende duidelijk is en eerlijk is over het soort pensioen wat je krijgt als je zover bent. En dat vindt ook iedereen. Daar zijn werkgevers, werknemers en het kabinet het over eens. Dus de discussie vorig jaar ging niet eens zozeer over pensioencontract. Daar lagen nog wel wat vraagstukken. Maar die ging in belangrijke mate natuurlijk over de AOW. Nou, daar is het uiteindelijk niet op gelukt in december. En als dat wel zou lukken, ja, dan kun je mogelijk tot een afspraak komen. En dat heeft dan ook mogelijk weer effecten op wat het later dit jaar gebeurt. Maar belangrijker nog op het moderniseren van het hele stelsel. Maar actie voeren de 28e heeft dus weinig zin. Ik zeg nooit iets over stakingen. Kijk, dit land heeft stakingsrecht. Ik zeg alleen dat het heel veel Nederlanders raken met zo'n staking mij niet zo zinvol lijkt. Dat is een commentaar erop, maar geen oproep verder, niks daarvan. Dat is echt aan de bonden om te doen en gebruik te maken van hun rechten. Maar het lijkt mij minder zinvol dan met elkaar het gesprek te voeren. Maar die stakingen, de 28e, die leggen niet een extra druk in de tijd van nu moeten we toch maar heel snel iets doen voor de 28e. Nou, zo voel ik dat niet, nee. Iedereen voelt volgens mij trouwens ook de FNV en de andere vakbonden. En de werkgevers voelen allemaal de noodzaak om te kijken of je eruit kan komen. En de onderlinge verhoudingen zijn ook goed. Hè. Er is verder geen verstoring in die onderlinge verhoudingen in de persoonlijke zin. Maar de posities liggen natuurlijk uit elkaar nog. Dus die acties die gaan niet helpen? Ja, dan zeg ik iets over die acties anders dan dat ze mij niet zinvol lijken in de zin van dit proces beïnvloedend, dat is toch echt een apart proces. En dat laat ik toch even aan de vakbeweging. En nogmaals, daar hebben natuurlijk heel veel mensen dadelijk last van. Daar nog Trouw, Reuters en BNR en NRC. Maar toch nog even terugkomend op dat handgeven. U wilt het er niet over hebben, maar op andere momenten dan heeft u het er vaak wel uitgebreid over handen geven. Ik herinner me de 2017 de brief van Nederland een gaaf land houden. En nu zet ze af tegen mensen die geen hand willen geven. Was toen een vrouw die naar het Commissie voor de Rechten van de Mensen stapte. En daar geloof ik gelijk kreeg. Mm-hmm. Daar was u ook niet zo over te spreken. Dus waarom mogen die gele hesjes wel mensen de hand weigeren? Dat mogen ze niet, heb ik net ook gezegd. Ik vind dat het norm in Nederland is, je geeft elkaar de hand. Ja, maar u zegt dat u ook open staat voor een vervolggesprek met ze. Moet u dan niet op een gegeven moment ook een bepaalde norm toch handhaven? Jongens, luister nou even. Dit zijn 5 mensen die, en ik ga over die mensen verder helemaal niks zeggen. Die moet je zelf interviewen als je wil weten wat hun achtergrond is. Dus dat is de privacy. Maar kijk nou in algemene zin wat er achter die gele hesjes zit. Kijk gewoon in je eigen omgeving, in je eigen familie en vriendenkring. We kennen allemaal mensen die in het rijke land, ondanks dat het zo goed gaat, toch in het systeem ongelooflijk knel komen te zitten. En dat ik snap ons. En stel nou dat je schulden maakt en je wordt steeds geconfronteerd met boete op boete over die schulden, terwijl je niet weet hoe je eruit moet komen. Dat is een van de dingen waar Tamara van Ark vreselijk druk mee bezig is en het regeerakkoord over praat. Hoe kun je dat voorkomen? Maar één voorbeeld, of een echtscheiding en dat leidt tot enorme financiële gevolgen en de hele zaak ontspoort. Het verschil van op de rail staan of er net uitrijden is niet zo heel groot. Dat kan ons allemaal gebeuren. Dat mensen uiteindelijk, en daarmee wil ik niet proberen een sociologische staalkaart van de gele hesjes te trekken, maar dat mensen uiteindelijk daardoor zeggen, ja, ik word verschrikkelijk kwaad en dit en dat, en die Rutte moet weg. En dat gaat niet eens om mij persoonlijk, maar diegene die daar zit, althans, dat vermoed ik, die moet weg in die regering en Europa en alles en nog wat. Juist omdat ik daar in Roermond gewoon een mooie ontmoeting had op straat met één van hen, zei ik, joh, kom dan even langs, dat leidde tot een paar anderen. Er zitten een paar mensen tussen die inderdaad zo woedend zijn dat ze op dat moment die hand niet gaven. Ik vind dat fout, je geeft elkaar wel de hand. Maar als we dat nou het hoofdpunt van het gesprek maken, is dat natuurlijk ook zonde. Dus die norm is er. Je geeft in het land elkaar een hand. Maar als daar nou alles over gaat, weet je, het is bijna ongemakkelijk dat ik dan brieven zie dat Rutte het zo goed doet, omdat ik wel dat gesprek doe en zij die hand niet geven. Ik wil heel graag populair zijn als politicus, maar niet over de rug van gele hesjes. Dus als zij zo'n fout maken, ja, weet je, dan vind ik dat stom van ze. En dan moeten ze zich aan die norm houden.
Maar daar nu over doorpraten, hebben we het nou over de inhoud, weet je, waar zij voor staan. Nou, dat is zo divers en ingewikkeld dat je er ook niet zomaar uitkomt. Maar ik vind het een beetje ongemakkelijk, eerlijk gezegd. Ik heb twee mensenrechtenvragen. Mm-hmm. De afgelopen twee dagen, twee dagen geleden bedoel ik, is er in Noorwegen een Arabische pro-democratische activist geweest die heeft gezegd dat de Noorse veiligheidsdiensten hem gezegd hebben dat de CIA hen gewaarschuwd heeft dat de Saoedische... Ja, het is heel ingewikkeld. De Saoedische geheime dienst. De vraag is, we hebben in Nederland ook veel, een aantal Saoedische democratische activisten. Heeft Nederland ook aanwijzingen dat er dreiging uit die hoek komen? Ik heb helemaal niks, moet er even in verdiepen. Okay. Vraag 2 dan. er is in de vakantieperiode wat bericht geweest over jezidis die terug worden gestuurd... die langdurig in vluchtelingenkampen hebben gezeten. Heeft u daar nog over gesproken? Nee, want daar is Mark Harbers bezig met antwoorden van Kamervragen. Ja. Ja. Oké, dank u. PNR en dan NRC. Meneer Rutte, even terug nog over Europa. U zei net over Schengen. En het inzetten van Schengen als een drukmiddel voor politieke doeleinden ten opzichte van Oost-Europa. U zei net of Oost-Europa dan, of Oost-Europese landen nog lid kunnen blijven van Schengen. Ik denk dat dat een verspreking was. Nee. Dus u stelt voor dat Oost-Europese landen uit Schengen gezet worden? Nee, ook niet. Wat stelt u dan precies voor? Want dan ben ik een beetje in de war. Want je kan niet een land moedwillig uit Schengen zetten. Nee, maar je kunt wel als landen in Schengen die ontevreden zijn over hoe het functioneert, zelf maatregelen nemen. Maar het gaat hier om het principe. En dat is dat bij het lidmaatschap van de Schengenzone hoort ook dat je je verantwoordelijkheid neemt. En landen die lid zijn van die zone, die worden dus ook geacht solidair te zijn met de opvang bijvoorbeeld van vluchtelingen. En dat doet Oost-Europa niet. En als dat is uiteindelijk een Europa van wel eruit halen wat je leuk vindt, maar niet ook je bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat die vereniging goed functioneert. Dat vind ik niet aanvaardbaar. Dat vinden de Fransen niet aanvaardbaar. Dat vinden anderen niet aanvaardbaar. De migratiedruk op West-Europa is nu misschien wat lager omdat de stroom wat lager is. Alhoewel de stroom van vluchtelingen die er niks te zoeken hebben, de economische migranten, nog steeds aanzienlijk is. Maar de politieke migranten, die misschien wel kans hebben op verblijfsvergunning, die is ook door de Turkije-deal wat minder. Niettemin, dat principe is belangrijk en je weet ook niet wat er weer gebeurt de komende jaren met die migratiestroom. Die zou weer verder op gang kunnen komen. En daarom is het van belang om dit principe, dat je in de Europese Unie, als je lid bent van Schengen, dat daar ook dus bij hoort dat je solidair bent met landen die meer migratiedruk ervaren, dat je dan niet kunt zeggen, ik geef niet thuis, dat is dus niet aanvaardbaar. Dan kun je landen er niet uitzetten, maar andere landen kunnen natuurlijk andere dingen bedenken. En ik ga er verder niet op in wat dat dan is, maar die dingen zijn te bedenken. Ik daag u uit om te bezien wat je dan zelf kunt doen, om ervoor te zorgen dat Oost-Europa merkt dat dat niet zonder gevolg is. Nou, ik kan er wel allemaal dingen bedenken, maar ik ben eigenlijk vooral wel benieuwd waar u dan aan denkt. Denkt u dan aan het oprichten van een nieuw Schengen-verdrag, waar strengere regels en politieke voorwaarden gaan gelden? En daar geldt hetzelfde bezwaar wat geldt voor het uitzetten van Oost-Europese landen. Dus dat is niet de eerste route, denk ik. En wat dan wel? Daar ga ik niks over zeggen, omdat ik denk dat u dat ook zelf kunt bedenken. Maar ik niet wil dat het debat gaat over wat ik dan voor maatregelen in gedachten heb. Ik wil dat het debat gaat over de druk die Oost-Europa moet ervaren. Dat Schengen niet een gratis is. Dat bij Schengen hoort dat je ook je tegenprestaties levert. Eén ding nog over een door u benoemde eurocommissaris Frans Timmermans. Die is in deze week in opspraak geraakt via een promotiefilm van de SP. Hans Brusselmans. Is niet in opspraak geraakt. Ik vond het heel briljant reageren door niet te reageren op die bagger. Ik vond het heel knap van hem. Ja, ik vond het zo'n stom filmpje. En Frans doet het vreselijk goed. Dus ik vond dat hij dat heel chic deed. Door gewoon zijn mond te houden. Hij is door u benoemd, een politieke functionaris die door u benoemd wordt. Die zo wordt beschreven als iemand die inhalig is en deel uitmaakt van een bijna criminele kliek. Zo belachelijk in dat filmpje, zo vreselijk flauw. Daar ga ik verder geen commentaar op geven. Nogmaals, ik vond dat Frans dat heel knap deed en het beste deed. En het meest chic deed door zijn mond erover te houden. Laat het daar liggen en dit gaat de SP stemmen kosten en Frans stemmen opleveren. Nou, dat is allemaal in het linkse blok, dus dat mag, maar NRC. Ik wil het ook even over Europa hebben. Ik vroeg me af of de EU-leiders en in het bijzonder Macron verheugd hebben gereageerd op de bekering van minister Hoekstra. Ik heb ze niet over Wopke gehoord. Nee, ik heb Hoekstra gehoord. Nee. Ik weet ook niet wat u bedoelt. Want volgens mij heeft Hoekstra gewoon een speech gehouden in
Berlijn, waarin die uiteenzet wat al enige tijd ook het kabinetsbeleid is. Ja, denkt u dat, dat we eruit gaan komen als Nederland met de Fransen als het gaat om bijvoorbeeld de eurozone hervormingen? Ik heb maandag 4 uur lang met Macron gepraat en gegeten en ik denk dat we het eens kunnen worden over... Sterker nog, we hebben inmiddels een hele gezamenlijke agenda met de Fransen over klimaat, over migratie, over de interne markt, over de eurozone. We hebben vorig jaar heel lang met elkaar gestreden op een prettige manier, in goede sfeer, maar behoorlijk strijd geleverd over dat plan van de Fransen van zo'n eurozone-budget. Dat komt er dus ook niet. We hebben uiteindelijk een compromis gesloten in december, dat zijn we aan het uitwerken. Ik denk dat we eruit kunnen komen, ja. Ik had ook nog een vraagje over een plannetje wat D66 deze week opwierp om Nexit moeilijker te maken. Met het idee dat Nederland wellicht, net als de Britten, ooit een prooi valt aan een soort collectieve verstandsverbijstering en besluit om de EU te verlaten. Ja, maar ik ga niet op ieder idee van andere partijen reageren. Maar vindt u dat nodig? Bent u daar bang voor? Dan moet ik op ieder plannetje gaan reageren. Dus u denkt niet dat het kan gebeuren in Nederland? Ja, u vraagt me te reageren op plannetje van een andere partij. Dat doe ik niet. Maar denkt u dat een Brits scenario mogelijk is in Nederland? Dat is een hele andere vraag, die kan ik wel beantwoorden. Ik denk dat Nederlanders zijn verstandige mensen. Dat zie ik in alle peilingen. Er is veel kritiek op Europa en heel vaak ook terecht. Ik probeer vanuit mijn rol er alles aan te doen om Europa gefocust te krijgen op een paar onderwerpen. En vervolgens ook daar effectief te laten zijn. Maar weet je wat mensen voelen? Is dat een land als Nederland dat zo open met de rest van de wereld handel drijft, dat het voor die reden al lid moet zijn van zo'n handelsblok wat de Europese Unie ook is. Maar daarnaast in een wereld die zo instabiel is, dat je als klein land met zoveel mensen, met zoveel welvaart, niet in je eentje, zonder dat je ingebed zit in sterke internationale structuren, kunt bestaan. Kijk wat er in Rusland gebeurt, het Midden-Oosten, Noord-Afrika, onvoorspelbaarheid van de nieuwe Amerikaanse, inmiddels wat minder nieuwe Amerikaanse regering. Internationale handelssituaties die ingewikkeld zijn. Kijk naar Amerika, China. Mensen voelen dat niet eens misschien allemaal hier, maar ik voel het in ieder geval hier en hier. Ik denk de meeste mensen, in hart en buik. Dat neemt niet weg dat we daarmee ineens allemaal een gelovige zijn in Europa. Helemaal niet. Maar vanuit dat hele pragmatische belang, banen en veiligheid, je ziet het ook in al die peilingen, zal het overgrote deel van de Nederlandse bevolking een Nexit afwijzen. Dus die vraag kan ik beantwoorden, maar het staat los van het plannetje van D66. En tot slot, hoe gaat u de komende 2 weken campagne voeren voor de Europese verkiezingen? U zult mij zien. Dat begint volgende week, zult u me zien, en het weekend erop. En dan de week daarop. En dat zal zich afspelen op allerlei plekken. Okay. Misschien zelfs wel in de media. We hebben daar nog 2 vragen. AD? Ja, ook nog even over Europa, want vlak voor het reces had de Tweede Kamer u opgedragen het Europees Verdrag te wijzigen, hè, met dat zinnetje over de Ever Closing Union, dat moest worden geschrapt. Toen reageerde u daar niet heel duidelijk op of u die motie nou wel of niet wilde gaan uitvoeren. Maar heeft u nou gisteren in Sibiu al de mogelijkheid gegrepen om die discussie te openen? Nou, discussie is een groot woord. Ik heb gezegd in het kader van de toekomstige, maar dat zal ook in de Kamerbrief met het verslag van de Raad van gisteren staan. Kijk, Kamermotie wordt in principe uitgevoerd. Tenzij we roepen, ik denk aan Gerrit Salom, wij voeren hem niet uit. Maar dat hebben we niet geroepen. Dus deze motie voeren we uit. Dat betekent dat als zich een verdragswijziging af gaat tekenen, dat verwacht ik overigens niet op korte termijn, omdat dat ongelooflijk veel andere complexiteit met zich meebrengt. Maar stel dat op enig moment een verdragswijziging aan de orde is, dat Nederland deze overweging in zal brengen. Of het dan heel succesvol wordt, is de vraag, omdat veel andere landen wel dat zinnetje hechten. Het belangrijkste is dat het zinnetje niet tot concrete gevolgen leidt. Wat ik gisteren heb gezegd in mijn interventie in de Europese Raad, is dat Nederland sterk is voor een sterk Europa, dat zich richt op een aantal kerntaken, maar niet voor een ever closer Europa. Omdat dat de indruk met zich meebrengt van de wetmatigheid van de geschiedenis die er zou zijn, de mars van de geschiedenis naar een steeds verder integrerend Europa. Ik heb alleen ook in het Kamerdebat gezegd, ik vind dat zelf een hele symbolische zin, die verder eigenlijk geen tanden meer heeft. Niemand leeft meer naar die zin. In Europa is dat echt dood. Dus je besteedt ook heel veel politiek kapitaal om te proberen hem uit het Europees Verdrag te halen. Je kan beter dan andere dingen regelen als je het Europees Verdrag gaat aanpassen. Maar de Kamer heeft anders geoordeeld, die motie is aangenomen. Dus dat is dan ook onderdeel van het Nederlandse kabinetsbeleid. Daar, ik kijk nog even hier een vraag. Daar nog. Wat zeg je? Over China. Die is er nog niet. Die is er nog niet. Nee, die gaat komen. Dus dan hebben we daar nog een vraag en dan zijn we... Althans, als u de strategie... Laatste vraag. Het kabinet. Ja.
Ja, Lien van der Leij van Financieel Dagblad. Ik had nog één vraagje over Schengen. U zei dat Schengen. U zei dat u de steun had van Frankrijk in deze en ook van andere landen. Welke andere landen zijn dat? Ja, dat kan ik alleen zeggen als ik daar openlijk over kan praten. Maar Frankrijk is daar zelf openlijk over, dan mag ik het noemen. Macron heeft een grote toespraak gehouden vorige week naar aanleiding van de Franse gele hesjes. En de Grand Débat National. En dat daar heeft hij dit thema ook aangesneden. Dus daarom kan ik over Frankrijk praten, maar niet over anderen die er zelf niet over praten. Maar wel getallen? Nee, dat zo werkt het niet. Nee. Ja. Sorry. Dan wens ik jullie allemaal een goed weekend. Goed weekend, ja.